Is that him? He's going to be fucking the fucking whole team. And hopefully, Hofer, I mean, that's hesitating. And he's telling the seconden. But Hofer spuckles that Kalinaga. Hofer frustrating. And he hits him with the linked arm on the hole. And the bottom, Kalinaga probeert wat steeds minder. Dan probeert hij de rechterarm bij de kimono te krijgen. Maar nog steeds is die ongelooflijk sterke linkerarm om de hals van Kalinaga gebrengd. Dat hoofd steekt daartussen en wordt eenvoudig weg. Hoe meer Kalinaga spinnen, dat klinkt al van juist. Daar gaan ze zijn letter los. En zijn nu 20 seconden bijna om. Trek er ieder ogenblik het signaal klinken. Maar voordat de 10e minuut verstreken is, daar klinkt het signaal. En daar is Geesink winnaar. Hij heeft hem. En daar willen die Nederlanders onmiddellijk op het podium springen. Maar Geesink, die dit geweten heeft, stuurt onmiddellijk terug. Hij heeft Kalinaga verslagen. Kalinaga, die is diep buiten.